hele goede middag. Leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video van Rijdcentrol NL. Ik sta in Amsterdam op het Anton de Komplein in de Bijlmer. En hier is een kleine kermis aan de gang. En ik ga deze jullie voor jullie reviewen. We kijken hier. Eerste attractie weer tegengekomen op de kermis Amsterdam Zuid. Is de breakdance van Zuidema. Dit is nummer 3 breakdance gebouwd bij Hus. En na deze breakdance gaan we natuurlijk even een rondje maken. Kun je nog een taartje halen als je wil. Dan hebben we hier de Freak Circus. Nou, ik vind het wel een mooi spookhuis. Laatst nog een nieuw vernieuw gehad aan de daken hier. Ook al een tijdje terug. Maar goed, ziet er leuk uit. Goed verzorgd. Mooi ding. Dan rijden we nu richting de Cyclone. Hier op Swaan Cyclone. Cyclone, hoe je het wil noemen. Ah, ik vind het een mooi ding. Zeker. Hier de Swing & Coaster, eigenaar van mij even onbekend, komt nu in beeld. Maar ik vind het wel een lachen ding, een soort Big Apple baan, maar dan met draaiende gondels. Dik. En heel eerlijk, dit is eigenlijk waarvoor ik hier kom, van de technowens van Jordi Bosters. Laten we het gezien in Zwolle op de Turfmarkt. We gaan zeker even een rondje mee. Of Dance, hier staat op dit moment met een storing, maar je ziet niet precies bekend waarom. Hopelijk draait hij later vandaag nog een rit. Is dat zo, dan zie je dat nu nog in beeld. Walking Waterballs. En wat is het mooi als je mensen hier in ziet en vol op hun giegel ziet staan. Ja, daar kan ik van genieten. Hier de Flying Jumbo. Van Vermolen en de Voer. Je moet ze maar zo zien. Dit is de baby technodance versus de grote technodance. De auto's moeten maar op de kermis natuurlijk niet ontbreken. Hier hebben we de Sound Factory. Deze hebben wij laatst nog gezien op kermis Enschede. Daar stond hij ook. Ik vind het een mooie, ja, mooie zaak. Zeker. Het ziet ernaar uit alsof deze het niet meer gaat doen vandaag. Dus helaas geen beelden van deze Rally of Dance vandaag.
leukste kermis hier in Amsterdam-Zuid. Al met al een leuke kermis, maar ik vind hem wel vrij duur. Ik betaal het net voor een ritje breken, dat is gewoon 5 euro. Dat vind ik echt belachelijk. Techno is als 4 euro en de rest zit allemaal een beetje daar in de buurt. Ja, ik snap dat het Amsterdam is, maar ja, hier zie je niet zo snel toeristen die even naar de kermis komen. Maar goed, dat zal vast wel met staanplaatsen te maken hebben en zo. Daar ga ik allemaal niet over. Ja, dit is Lucas. Hoi. En ja, nou ja, allemaal prima kermis, alleen een beetje duur. Nou, bedankt jullie allemaal weer voor het kijken naar deze video van Ruitcontrol.nl. En ik zie jullie weer bij de volgende video. Kermis permanent. Vond je dit nou een leuke video? Doe dan een duimpje omhoog. En zie ik jullie bij de volgende kermisreview.